Ik ben bijna 5 keer de wereld in de ronde. En nou doen ze de dijk dicht. Wat vindt u ervan? Klote. Ja, om het maar heel kort te zeggen. Honderden wielrenners en toerfietsers maken vandaag een laatste rit over de afsluitdijk. De dijk gaat tenminste 3 jaar dicht voor werkzaamheden. Ja, wij dachten, we kunnen niet dit onopgemerkt voorbij laten gaan. Ik bedoel, het is een iconische route. Je hebt de Kouwberg, je hebt de Postbank, je hebt het kopje van Bloemendaal en je hebt de afsluitdijk. Nou, ik vind dat het een saluut aan deze dijk moet gebracht worden. Nou, voorlopig voor de laatste keer de afsluitdijk over. Met de HTC Dok, de fietsvereniging uit Den Helder, maken we regelmatig gebruik van de afsluitdijk. Met allerlei tochten. Ja, en dat is nu even 3 jaar afgelopen. En Dirk de Vries uit Wervershoofd was nog wel van plan om dit jaar zijn 1000ste rondje IJsselmeer te maken. Of dat gaat lukken? December 2017 ging de dijk van Enkhuizen naar Lelystad het fietspad al dicht. Dus daar zit ik al 1,5 jaar in een busje elke keer. Het is een handicap eventjes. En ik denk, nou, ik rijd blij die 1000 rondjes in de ronde. Maar ze maken het nu wel moeilijk. Wat overigens wel natuurlijk een verbetering straks is, is dat het fietspad aan de buitenkant van de dijk komt. Hè. Dat is dan, vind ik, wel een enorme verbetering. Ja, het is alles komt er samen. Het is, Hollandse wordt het wat mij betreft niet. De afsluitdijk is voor mij de soort van sublimatie van wat het Holland is. Daar ligt hij. Ja, we gaan er zo van genieten. Heerlijk, 30 kilometer, lekker beuken naar Friesland. Dat was hem dan. Ach, het was een genot, jongens. De laatste keer afsluitdijk. Echt de laatste keer, althans. Na maandag? Ja, maandag afkikken en nog even een beetje namijmeren over deze mooie tocht. Nou, het laatste stukje nog. Dankjewel.